Henk Wisman, hoe verklaar je deze deceptie? Nou ja, we komen natuurlijk heel snel achter de feiten aan te lopen. In de tweede minuut al 1-0, een situatie die we vooraf doorgenomen hebben. Een verre inworpen waarbij ze tot scoren komen. Ja, dan loop je zo snel achter de feiten aan dat het lastig wordt. Dan maken zij nog de 2-0. En dan probeer je de rug te rechten in de rust en vol gas die tweede helft in te gaan. En als ze dan alweer snel, ook in de eerste of tweede minuut, de 3-0 maken, ja, dan moet je de schade beperkt gaan houden en zo goed mogelijk uitspelen. Dat hebben we nog wel getracht. Maar kookt je bloed bij dat soort momenten? Want het is aan jou uiterlijk niet af te zien. Ja, in de kleedkamer dan word je wel boos, uiteraard. Maar het heeft zo weinig zin om dat langs de kant te uiten. Dat is kansloos, daar heb je niks aan. Schiet je niks meer op. Je bereikt die spelers op dat moment niet. En dat is alleen maar voor de buitenwereld. En ik coach om gedrag van spelers te veranderen. En dat doe ik vooral in de kleedkamer. Kansloos, is dat het woord op het moment dat de 0-3 viel? Ja, op het moment dat het 3-0 valt, dan is het denk ik voorbij. En dan moet je de schade beperkt gaan houden, wat ik net al aangaf. En dan moet je zorgen dat je wel tracht goed te blijven voetballen. Dat hebben we nog enigszins geprobeerd. En geen verdere goals tegen te krijgen, want op dat moment is het eigenlijk gespeeld. Die wisselvalligheid, hoe zit dat toch? Ja, dat klopt. Vorige week speelden we een van onze beste wedstrijden. En een vliesje op een knullige arbitrale manier. En nu speel je gewoon een van je slechtste wedstrijden. Wat moet je daar dan mee doen nu? Ermee door, aangeven waar het fout gaat, aangeven waar het beter in moet. Daar ook je aandachtspunten aan geven in de training. En daarover praten en iedereen zich daar bewust van maken en vervolgens keihard werken. Was nou de slotsom van deze middag dat het enige leuke voor de wedstrijd was de sfeeracties van jullie thuispubliek? Nou ja, dat vind ik overdreven. Kijk, voor de Rijnsburger wel natuurlijk. Is het een teleurstellende middag. Maar voor de rest hebben ze toch ook wel een hoop strijd gezien. In dat opzicht. En ook wel twee ploegen die beide wilden voetballen.